De kampioensploeg uit Ulestraten verloor met maar liefst 15-1. RKUVC wist wel nog een eretreffer te scoren uit een strafschop. Ja, wat gaat er aan vooraf? Weer een gokbal, want jij de kent zijn veel anders. En dan krijg je hem gelukkig op een hand. Ik kan hem even wegzetten, daardoor is Roed even weg. Ja, dan krijg je hem op zijn hand en gelukkig zocht de scheids. Ja, dan zijn boetekans komen in het scoren. Want voor de rest hebben we volgens mij twee keer op goal geschoten. Dus op zich zijn we best effectief geweest vandaag dan, kan ik wel zeggen. MVV-trainer Edwin Hermans is tevreden met het resultaat tegen de amateurclub uit Ulestraten. We zijn al 3 weken bezig en we zijn al bezig veel met in balbezit. Nou, dan kun je tegen zo'n tegenstander waar je 80% balbezit hebt, kun je dat goed uitvoeren. Ik moet zeggen dat we tevreden zijn over de uitvoering. Veel logische dingen wat we ook getraind hebben. Veel kansen, veel doelpunten. Ook nog veel kansen gemist, maar wel gecreëerd. Dus we zijn positief. Na in de oefencampagne 5 keer gewonnen te hebben van amateursclubs, moeten de Maastrichtenaren aanstaande zaterdag voor het eerst tegen een profclub spelen. In Lanaken speelde MVV dan tegen RFC Serein.